Bevolking wordt ten zeerste afgeraden om deel te nemen aan de actie op 24 maart. Politie verbijsterd over uitlatingen van activiste Maisha Neus. En de islamitische maand Ramadan begint in Suriname vandaag bij zonsondergang. Goeiedag, dit is Regenieuws TV Suriname van 22 maart 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Surinaamse overheid lijkt een offensief te zijn begonnen om protestacties van vrijdag aanstaande te ontmoedigen. Gisteren gaf het korps politie een verklaring uit waarin de bevolking ten zeerste wordt afgeraden om deel te nemen aan de actie op 24 maart. De politie blijft erbij dat burgers een vergunning moeten hebben om te mogen protesteren in het openbaar. De actieleiders zijn het hier niet mee eens en beroepen zich op het grondwettelijk recht om te demonstreren. In Paramaribo ontstond enige beroering toen werd ontdekt dat het onafhankelijkheidsplein al enkele dagen hermetisch is afgegrendeld. Nog maar 2 weken terug werd hier nog groots het Pachwa-feest gevierd en het plan was om zoals gebruikelijk eveneens op dit plein bijeen te komen voor het protest tegen de regering. Nu staan er hoge hekken rond het plein, precies zoals bij de vorige regering, die dat ook deed bij de aangekondigde acties. Opmerkelijk is daarbij dat de huidige regeerders zich destijds fel keerden tegen de pogingen van de vorige machthebbers om protestmanifestaties te saboteren. De politie is verbijsterd over uitlatingen van activiste Maisha Neus. Die zei onlangs tijdens een interview dat zij de vernielingen aan het parlementsgebouw terecht vindt. Neus ging tijdens het gesprek in op de rellen van 17 februari. Zij is ook een van de actieleiders van het protest van vrijdag aanstaande. Politiewoordvoerder Milton Kensmil tilt zwaar aan de uitspraken van Neus. Ook al omdat de leiders van het protest hadden beweerd dat zij voorstander zijn van vreedzame actie. De islamitische maand Ramadan begint in Suriname vandaag. En dat bij zonsondergang. Moslims zullen de hele maand vasten. Dat begint morgenochtend vlak voor de fajr, oftewel het ochtendgebed. Moslims vasten in de maand Ramadan vanaf fajr tot maghrib. Dus het gebed bij zonsondergang. De Ramadan eindigt dit jaar op donderdag 20 april. De dag erna, op vrijdag 21 april, wordt het dan Eid el-Fitr gevierd. Het feest van het verbreken van het vasten. In het Nederlands taalgebied wordt hiervoor vaak de foutieve naam suikerfeest gebruikt. Voor moslims is dit hetzelfde als het kerstbroodfeest of het eitjesfeest om daarmee de kerst en Pasen aan te duiden. Islamitische ambtenaren in Suriname mogen in de Ramadan al om 1 uur 's middags het werk verlaten voor de geloofsverplichtingen. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app Regionieuws TV. En nieuws melden? Dat kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.